Op pluimveebedrijven houden ze hun hart vast. Op steeds meer plaatsen duikt vogelgriep op. Ja, het is gewoon spannend. Het hakt gelijk financieel er heel erg hard in. Er staat voor meer dan 1,5 miljard euro op het spel. Verder in het nieuws vandaag. Bijna 5 miljoen migranten mogen blijven van Obama. En in het diepste geheim heel veel goud weer terug naar Nederland. Goedenavond. Even dachten we nog dat we met de schrik vrij waren gekomen bij het eerste geval van vogelgriep vorig weekend. Maar nu, 5 dagen verder, houdt de hele pluimveesector de adem in. Alleen al vandaag zijn er bij 2 bedrijven nieuwe gevallen van vogelgriep. De economische belangen die op het spel staan zijn enorm. Ja, we zijn enorm hiervan geschrokken. We hadden vanmorgen een bijeenkomst om te spreken over het nieuwe geval. Nou, ja, toen bleven natuurlijk bellen van mensen die toch wel wat paniekerig waren. Bedrijven, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Pluimveesector houdt het hard vast dus. Geen onbelangrijke bedrijfstak. Nederland heeft ruim 103 miljoen kippen. Verdeeld over meer dan 2000 pluimveebedrijven. En die kippen, kalkoenen ook, zijn samen met de eieren die ze leggen goed voor 1,5 miljard euro per jaar. In Kamperveen begonnen ze vanmiddag met het ruimen van de dieren. Het doden en afvoeren van de 10.000 kippen bij dit bedrijf is nog in volle gang. Vannacht werd hier vogelgriep vastgesteld. Ook onder de eenden van de buren heerst de besmettelijke ziekte. Bij een derde bedrijf worden alle dieren preventief afgemaakt. Bij 34 boerderijen in de buurt van de getroffen bedrijven doet de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek. Op dit pluimveebedrijf met 30.000 kippen namen ze vanmiddag monsters. In het hok was het wel ontspannend. De kippen kakelen heerlijk. Ze zien er kerngezond uit. Ja, we hebben er gewoon bij staan babbelen, bij wijze van. Maar er komen nu 24 hele spannende uren aan. Over 24 uur krijg je ongeveer daar de uitslag van. Want het kan best zijn dat je wel AI hebt en dat je daar nog helemaal niet, dat het nog niet te zien is aan de kippen. En natuurlijk denkt iedereen hier terug aan die vorige grote uitbraak van vogelgriep. Eigenlijk is het zo, van we hebben het allemaal in 2003 en dat staat nog gewoon heel vers in ons geheugen gegrift. En dat was eigenlijk een drama, maar niet alleen voor de getroffen gebieden, ook zeker voor heel pluimvee Nederland. In 2003 werd een derde van al het pluimvee gedood. Bijna 31 miljoen dieren werden afgemaakt. De verwachting is dat het ruimen van de kippen en eenden hier nog de hele avond doorgaat. Kiezer Hekster, in Kamperveen. Kiezer, de mensen zijn bang daar natuurlijk, hè, voor wat er komen gaat. Ja, om te beginnen natuurlijk bij die 34 bedrijven die in een straal van 10 kilometer rond de getroffen bedrijven liggen. Daar moeten ze nog 24 uur wachten of de vogelgriep misschien ook in hun stallen zit. Maar die angst speelt natuurlijk veel breder. Want tot nu toe is niet duidelijk waar het virus vandaan komt, hoe het zich verspreidt. Het lijkt nu alsof er op 3 willekeurige plekken, bedrijven getroffen zijn. En dat voedt natuurlijk de angst. Want het lijkt ijdele hoop om te denken dat het hierbij blijft. Bij deze 4 getroffen gebieden. En dus zullen op dit moment heel veel pluimveehouders in Nederland zich afvragen en bang zijn dat hun bedrijf misschien wel het volgende kan zijn. Ja, en kippen daar misschien ook die net zoals hier binnen staan en stonden. Want hoe kan dat? Kippen die binnen zijn en dan toch besmet raken? Dat is natuurlijk de grote vraag, want het klopt, al deze kippen stonden binnen. Het is gewoon onduidelijk hoe het virus zich verspreidt. Men vermoedt dat dat misschien via water of trekvogels gebeurt. En daarom wordt ook onderzoek gedaan naar de ontlasting van deze dieren om te kijken of zij misschien sporen van dat virus bij zich dragen of dat een verklaring zou kunnen zijn voor de verspreiding. Maar dan nog weten ze eigenlijk heel veel niet. Want hoe is dat spul dan weer in de stal terechtgekomen? Via de uitwerpselen en dan via de kleren van de boer misschien. Hij zou erin kunnen zijn gaan staan en daarmee de stal in zijn gaan lopen. Er wordt ook gekeken naar de ventilatiesystemen in de stallen. Of het misschien op die manier verspreid wordt. Maar er is eigenlijk nog heel veel onduidelijkheid. En dat voedt natuurlijk alleen maar die angst voor verdere besmetting. En voor de onzekerheid hoe de uitbraak van deze vogelgriep aan te pakken. Ja, snap ik. Kiesja, dank je. Ja, 4 besmettingen dus in een paar dagen tijd. Afgelopen zondag werd in Hekendorp het eerste geval van vogelgriep geconstateerd. Gisteren kwam daar een bedrijf in Ter Aar bij. En vandaag dus 2 bedrijven in Kamperveen. Er zijn veel pluimveebedrijven in heel Nederland. En overal maken ze zich natuurlijk grote zorgen. Het is nog vroeg als in Ter Aar wordt begonnen met het ruimen van duizenden legkippen.
De sector had vanochtend nog de hoop dat de uitbraak beperkt zou blijven tot dit bedrijf en dat in Hekendorp. Maar nu het virus zich verder verspreidt, denkt de sector al terug aan 2003, toen een derde van de bedrijven is geruimd. Als je de lijn doortrekt van Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen, dan zit de Veluwe daartussen. Op de Veluwe is natuurlijk het pluimveehart van Nederland. Er zitten veel bedrijven, maar ook veel aanverwante bedrijven als slachterijen, broeierijen, exporteurs, etc. Dus dan zal een rampscenario zal zich voltrekken, mocht dat gebeuren, net als in 2003. Het landelijk vervoersverbod geldt tot zondagmiddag 2 uur. De pluimveesector overlegt met de staatssecretaris welke maatregelen daarna noodzakelijk zijn. Wat zegt deze extra uitbraak in het oosten? Dat we hier te maken hebben met een heel besmettelijk virus voor kippen. Dat ook snel om zich heen grijpt. En dat we dus ook samen ervoor moeten zorgen dat we er alles aan doen dat we verdere verspreiding voorkomen. Het vervoersverbod leidt overigens nog niet tot problemen met het bevoorraden van de supermarkt. Als het erg lang gaat duren, wat we allemaal niet hopen natuurlijk, want het drama is al groot genoeg, dan kan het een probleem gaan worden. Maar supermarkten kunnen ook importeren uit het buitenland. En dat is toegestaan, dus vlees en eieren uit Duitsland of België of verderop, dat is ook mogelijk. Getroffen pluimveehouders krijgen de waarde van de gedode dieren vergoed, maar vervolgschade niet, zoals het langdurig stilliggen van het bedrijf. Deze variant van vogelgriep is trouwens besmettelijk voor mensen. Het is alleen van dier op mens overdraagbaar. Bij dieren is die griep dodelijk, bij mensen niet. Wij krijgen alleen lichte griepverschijnselen. En zojuist is overigens ook bekend geworden dat in België een ophokplicht van kracht is. Amerika, de VS, de verhoudingen daar in de politiek waren al verziekt en na vandaag is het er niet beter op geworden. De Republikeinen zijn witheet om een plan van president Obama. Die zet het mes in het vreemdelingenbeleid. Bijna 5 miljoen mensen zonder papieren zijn voorlopig veilig. Ze hoeven niet langer bang te zijn dat ze worden uitgezet. Illegale migranten van wie de kinderen zijn geboren in de VS. De dag waarop Barack Obama een van zijn grote verkiezingsbeloften wilde inlossen. My fellow Americans, tonight I'd like to talk with you about immigration. Terwijl de president de natie toesprak, kreeg hij steun van migranten. Voor duizenden van hen komt er een oplossing. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. You can come out of the shadows and get right with the law. That's what this deal is. We have an extraordinary victory today. Maar voor Obama is het ook een zorgelijke dag. Hij heeft het parlement buitenspel gezet. Hoe hard de demonstranten ook roepen, de Republikeinse oppositie wil niet meewerken. Daarom maakt Obama gebruik van een presidentieel decreet om de plannen door te drukken. And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill. Dat gaat dus nog politiek gedoe geven, Wouter Zwart in Washington. Maar eerst, Wouter, de mensen om wie het gaat, die mensen zonder papieren. We hoorden Obama al zeggen wie mag blijven. Wie grijpt ernaast? Maar het zijn er toch nog heel erg veel. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die destijds met hun kinderen samen de grens naar Amerika zijn overgestoken. Sinds enige tijd is er voor die kinderen wel wat geregeld, maar die ouders die dreigen nu toch weer buiten de boot te vallen. Dus die gezinnen die dreigen uit elkaar te vallen. En je zegt het al, er is een soort oplossing nu gevonden voor zo'n 5 miljoen mensen, maar er zijn 11 miljoen illegale immigranten in Amerika. Dus voor 6 miljoen mensen is er in deze plannen nog helemaal niets bedacht. Nee, en de Republikeinen zijn mordicus tegen, waren dat ook al? Kan Obama dit zomaar doen? In eerste instantie kan hij dat absoluut doen. Kijk, zo'n presidentieel decreet dat kan door het congres niet rechtstreeks worden afgekeurd. Wat de Republikeinen in het congres wel kunnen doen is bijvoorbeeld rechtszaken aanspannen. Of ze kunnen andere wetten aannemen om bijvoorbeeld die immigratiehervorming dan te dwarsbomen. Dat zijn die Republikeinen absoluut van plan. Want ze zijn woedend dat hun president het congres, het parlement, de volksvertegenwoordiging buitenspel hebben gezet. With this action the president has chosen to deliberately sabotage any chance of enacting bipartisan reforms that he claims to seek. And as I told the president yesterday, he's damaging the presidency itself.
Ja, dat zijn grote woorden, Wouter. Kan die republikeinse woede verder nog gevolgen hebben de komende tijd? Dit kan absoluut hard tegen hard worden. Eén doemscenario zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de Republikeinen besluiten om een heleboel andere belangrijke beslissingen van het congres te koppelen aan die immigratiehervorming. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het overheidsbudget voor het volgend jaar waarover nu besloten moet worden. Het zou kunnen zijn dat de Republikeinen zeggen: wij keuren dat budget voor 2015 alleen maar goed als die immigratiehervorming wordt afgeschaft. En als dat niet gebeurt, ja, nou, dan krijgen dus ministeries geen geld meer en dan gaat net als voor jaar de overheid weer op slot. Dan krijg je weer zo'n shutdown. Dat zou buitengewoon pijnlijk zijn voor dit Amerika. Natuurlijk voor de politiek, natuurlijk voor de economie, maar natuurlijk ook voor al die mensen waar het nu over gaat. Wouter, dankjewel vanuit Washington. Het klinkt als een spannend boek in het diepste geheim voor miljarden aan goud vervoeren. En toch is dat wat er gebeurd is. Er is voor miljarden aan Nederlandse goudstaven teruggehaald uit de Verenigde Staten. Een enorme operatie waar verder niemand van wist. De kluis van de Nederlandse bank. De zwaarst beveiligde plek van Nederland. Hier liggen niet alleen bankbiljetten. Er ligt ook goud. Tot voor kort lag hier maar een klein deel van de Nederlandse goudvoorraad. Zo'n 10%. Maar de voorraad is bijgevuld, zodat de helft van al ons goud gewoon weer in Nederland ligt. In totaal bezit de Nederlandse overheid 612 ton goud. Dat is zo'n 19 miljard euro waard. Meer dan de helft daarvan lag in hartje New York, diep onder de grond, in de kelders van de Amerikaanse centrale banken. Zo veilig opgeborgen dat het goud een atoombom kan doorstaan. Maar Nederland wil meer goud op eigen bodem. En daarom hebben we 130 ton teruggehaald. Dat goud ligt nu hier, onder de Nederlandse bank in Amsterdam. De rest van ons goud ligt in Londen en in Ottawa. Steeds meer landen kiezen ervoor om hun goud terug te halen. Duitsland heeft het erover. En de Zwitsers gaan er over 2 weken zelfs voor naar de stembus. De enige reden is eigenlijk dat er wat onrust bestaat in de politiek, maar ook in de samenleving. Van, lag dat goud daar nog wel in New York? Is het wel zo? En er zijn allerlei samenzweringsverhalen dat het misschien wel door de Amerikanen is ingepikt en dat ze het al lang verkocht hebben. En dat ons goud dus al lang verkwanseld zou zijn door de Verenigde Staten. Het Nederlandse goud is nu beter verspreid over verschillende locaties, zegt de Nederlandse bank. Het is gewoon handig en verstandig om het goud in eigen huis te hebben. Vroeger, om veiligheidsreden, had je een enorme spreiding over andere landen. Maar 11% in Nederland is erg weinig. Dus ik vind het wel verstandig dat we die goudvoorraad voor een belangrijk deel weer in Nederland hebben. Er ligt nu dus ruim 6 miljard aan goudstaven in Amsterdam. Ja, en dan de Europese naheffing. Nederland gaat de 642 miljoen euro die Brussel wil hebben nog voor het einde van het jaar betalen. Minister Dijsselbloem van Financiën maakt toch geen gebruik van de mogelijkheid om gespreid te betalen. Hij rekent liever in één keer af. Dat doen we omdat het ons gewoon als Nederland het beste uitkomt. We hebben ruimte in de begroting en we hebben geld in kas, om het zo maar te zeggen. Omdat er een paar grote inkomsten meevallers zijn geweest. En dan kun je maar beter je rekeningen betalen. Het ontlast ook de begroting volgend jaar. Dus we hebben volgend jaar gewoon meer ruimte, meer flexibiliteit. En nu dus door de zure appel heen bijten. Ja, nou als je dat kunt en je hebt het geld in de portemonnee, dan is dat vaak een heel goed advies. Opschudding in de rechtbank van Roermond vanmiddag. De vader van een kind dat vorig jaar werd doodgereden gooide een stoel naar de rechter. Die had net een taakstraf van 120 uur opgelegd aan de Pool die het ongeluk veroorzaakte. De man had niet gedronken, maar zou de macht over het stuur zijn verloren. Ook de opa en de oma van het meisje kwamen om het leven. De 19-jarige Aisha, die naar Syrië afreisde om met een Nederlandse IS-strijder te trouwen, blijft nog 3 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Haar moeder haalde haar pas geleden weg uit Syrië. Aisha werd direct gearresteerd toen ze in Nederland aankwam voor deelname aan een terroristische organisatie. Dinsdag wordt ze voorgeleid. Dan kan de rechter beslissen dat ze nog eens 10 dagen in voorarrest blijft. De vernietiging van huizen van Palestijnen die aanslagen hebben gepleegd, dat is een omstreden maatregel. Maar Israël heeft hem toch weer ingevoerd na alle aanslagen, onrust en dreiging van de afgelopen weken. Acties die zijn bedoeld om toekomstige daders af te schrikken. Maar de 5 grootste Europese landen keuren de maatregel af, hebben ze Israël laten weten. En ook Nederland maakt zich zorgen. Nee, we moeten niet naar een beleid van oog om oog, tand om tand. Het is zeer gevoelig en nou ja, dat, uiteraard wijzen wij elk beleid af dat nu leidt tot bombarderen of explosieven of aanslagen. Dat spreekt voor zich.
Toch blijft Israël bij zijn voornemen om de komende tijd nog eens 4 huizen te verwoesten. Deze week was er al een huis aan de beurt van een Palestijn die 2 mensen in Jeruzalem doodde. Hij woonde hier, Abdel Rahman Shaloudi. Hij reed in op wachtende bij de tram, doodde een baby en een jonge vrouw. Maar hij woonde hier niet alleen. 3 zusjes, 2 broers, zijn vader en zijn moeder. Allemaal zijn ze gestraft voor zijn misdaad. Dit is er over van hun huis nadat het Israëlische leger in de nacht de straf uitvoerde. Israël schafte het in 2005 af, huizen van daders vernietigen. Het werkte niet, zei het leger zelf. Het wekt vooral meer haat op. En er is meer op tegen. This is a policy that is deliberately intended at punishing innocent people. And it's deliberate. It's punishing people for the actions of others. So we think it's absolutely immoral to engage in this policy. Additionally, it's also illegal. International law prohibits collective punishment, punishing people for other people's actions. It's collective punishment. We think the top priority in today's situation has to be preventing the slaughter of innocent civilians. This has to be the top priority to protect our people. And we believe this is an effective deterrent. بولد إرهابيين هم بقولوا عنهم إرهابيين أنا بقول بولد استشهاديين أكتر تدمير البيوت بولد استشهاديين أكتر مش بخفف هم بيدمروا مشان يخففوا. Deze auto was trouwens van een buurman. Cynisch gezegd, een geval van pech. Anders gezegd, een voorbeeld van hoe het optreden van de staat het gevoel van woede en onrecht voedt bij de Palestijnse inwoners van dit Jeruzalem. Er is NAVO-overleg dit weekend in Den Haag. En Oekraïne is er ook bij, ook al zijn ze helemaal geen lid van de NAVO. Ze willen hulp van het Westen om ze te beschermen tegen Rusland. Parlementariërs uit alle NAVO-landen hebben het erover komend weekend. 2 maanden geleden vergaderde de NAVO in Wales met een hoop vertoon van tanks en vliegtuigen. Zo spectaculair als toen wordt het dit weekend zeker niet en wereldleiders zijn er ook niet bij. Maar Nederland is wel gastheer. U gaat hier geen tanks zien, ook geen vliegtuigen die opstijgen. We doen dat heel sober. Maar u gaat wel 350 parlementariërs uit 28 NAVO-landen en nog uit 24 andere landen zien die hier bijeen gaan komen in Den Haag om de 60ste verjaardag van de NAVO-parlementaire assemblee te vieren. Oekraïne is dit weekend het belangrijkste agendapunt. Het land komt in Den Haag om hulp vragen. En Rusland was een paar jaar geleden nog een goede vriend van de NAVO, maar die tijd is voorbij. Ik denk dat er een forse verklaring zal komen waarin afstand wordt genomen van het gedrag van met name de Russen die maar doorgaan met blijven stoken in Oost-Oekraïne. Dat is natuurlijk op dit moment de grootste kopzorg van de NAVO. En dan blijkt maar weer dat ook in deze 21ste eeuw, hoewel de Koude Oorlog alweer enige tijd achter ons ligt, de levensvatbaarheid van de NAVO opnieuw bewezen wordt. Tot en met maandag vergadert de NAVO in Den Haag. Inclusief veel beveiliging, maar belooft de organisatie, de overlast zal minimaal zijn. De Mexicanen die waren dit jaar niet in een feeststemming. Normaal is 20 november de dag van de revolutie. En nu werd het een dag van woede. Woede over de verdwenen 43 studenten van Iguala. Woede eigenlijk over alle verdwijningen in Mexico. Officieel ruim 22.000. Gisteravond loopt het op sommige plekken uit de hand. Zo'n 300 betogers raken slaags met de oproerpolitie. Eerder op de dag demonstreren tienduizenden, veelal gewone Mexicanen, vreedzaam. Ze eisen meer duidelijkheid, want waar zijn ze, die 43 vermiste studenten? De politie pakte eerder deze maand 3 leden op van een drugskartel. Die zeggen dat ze de studenten hebben vermoord. Ook de burgemeester van Iguala en tientallen politieagenten werden opgepakt wegens betrokkenheid. Maar dat is niet genoeg, vinden veel Mexicanen. El gobierno está podrido de corrupción, de injusticia, de negocio, de alianza con el narcotráfico.
Por lo tanto, creo que tenemos que pelear eso, que se vayan todos. Ja, dit zijn beelden van jaren terug, zo zag het eruit toen de afsluitdijk werd gedicht. De allerlaatste ladingen zand en toen zat die echt helemaal dicht. En wat was Nederland er trots op? Nu, 82 jaar later, is het tijd voor een grote opknapbeurt. En heel opvallend, er komt juist een gat in de dijk. Goed voor de vis en goed voor de natuur. De afsluitdijk, wereldberoemd icoon van de deltawerken. 32 kilometer lang, staat in de aardrijkskundeboekjes. De dijk is 80 jaar oud, dus het werd hoog tijd voor een onderhoudsbeurt. De afsluitdijk is niet meer zo veilig als die zou moeten zijn. En daarom wordt die versterkt, zodat iedereen weer veilig beschermd is tegen het water. De komst van de afsluitdijk zorgde voor een verbetering van de veiligheid, maar was volgens sommigen ook een ecologische ramp. Bepaalde vissoorten stoten letterlijk met hun neus tegen de dijk. Spiering is het visje wat heel graag van Waddenzee naar de Zuiderzee trok. En nu ook nog steeds graag het IJsselmeer op wil trekken. Dus het eigenlijk is familie van de zalm en de forellen. Een rovertje. Mooie scherpe tandjes als je kijkt. Kijk, mooie tandjes heeft hij. En spiering is een van de vissen die straks via een nieuw aan te leggen vismigratierivier toch het IJsselmeer in kan. Net als paling en haring. Wel vis dus, maar geen zout, want de rivier is lang genoeg. De vissen liggen in de Waddenzee als surfers te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is te sterk. Juist dit nieuwe systeem biedt ze de mogelijkheid om met het water mee naar binnen te liften, de vismigratierivier op. Ze hebben daar de tijd om zich aan te passen. Het water is brak, een mengeling van zoet en zout water. De vissen kunnen er een tijdje verblijven en zwemmen daarna door naar hun voortplantingsgebieden voorbij het IJsselmeer. De bedenkers en betalers hopen hiermee ook een nieuw exportproduct in handen te hebben. Want wereldwijd zijn er honderden van dit soort situaties. En iedereen wil weten of onze vissen straks net zo enthousiast zijn. Ja, en zijn we ook enthousiast over het weer het komend weekend, Willemijn? Gaat het wat worden? Ja, wat mij betreft wel. Vrij zacht, maar wel veel bewolking. Die zon die delft echt wel een beetje het onderspit. En dit was vanochtend in het noordoosten van het land. En dat kan morgenochtend wel weer zo zijn. Toch wat lichte ijsvorming op wat lokale bruggetjes. Maar verder natuurlijk prachtig. We krijgen een heel zacht weekend, dus hoge temperatuur, of vrij hoge temperatuur, althans voor de tijd van het jaar. En dat heeft alles te maken met de luchtdrukverdeling. Er zit een groot uitgestrekt hoge drukgebied hier boven het oosten van Europa. Dat houdt enerzijds de depressies toch echt wel wat op afstand. Neemt niet weg dat wij af en toe wat regen hebben, maar voorlopig in elk geval dit weekend niet zo heel erg veel. En daarbij komt ook dat er zachte lucht vanuit het zuiden onze kant op stroomt. En vandaar dus die vrij hoge temperaturen. Ja, ik onderbreek je heel even, Willemijn. Er zijn wat problemen met het geluid. Maar ga door. Dan hoop ik dat u me hoort. Ik ga gewoon kletsen. Misschien komt er wel een microfoon aan. Wij krijgen dus zacht weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht onze kant op. Maar wel dus veel bewolking. Er is ook maar weinig wind, dus die bewolking blijft ook wel bij ons. Er valt ook wat regen. Dat hebben we vannacht vooral in het westen van het land mee te maken. Zal niet zo heel erg veel zijn. Temperaturen dalen het meest in vooral het noordoosten dus. En dan morgen overdag. Zon en wat wolkenvelden. Het wordt zo'n 7 graden daar waar die bewolking toch wat hardnekkiger aanwezig is. Maar in het zuiden is het 14 graden en is dus niet zo heel erg veel wind. Zondag zijn er meer wolkenvelden, maar dan loopt de temperatuur ook in het noorden van het land nog wat meer op. Er is kans op wat lichte regen in vooral het westen en noorden van het land. Pas in de nacht naar maandag volgt een gebied met wat meer regen. Wat zwaardere neerslag dus. Nou, in de nieuwe week gaat de temperatuur langzaam wat weer terug naar normaal. Dat is 8 graden voor de tijd van het jaar. Maar goed, we hebben eerst dit weekend nog voor de boeg. Dat is luid en duidelijk. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Vogelgriep breidt zich uit. Vandaag nieuwe besmettingen bij 2 bedrijven in Kamperveen in Overijssel. Ook op een 3e bedrijf in de buurt wordt alle pluimvee daar nu gedood. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10:00 op 2. Ik wens u een mooi weekend.